Hemel sprak de afgelopen tijd intensief met Amsterdammers. De oplossing van het overtoerisme zoekt hij in een ondergewaardeerd deel van de stad. Ik vind de Zuidas kan een geweldige facelift gebruiken. Hemel denkt aan de komst van internationale topmusea à la Guggenheim. Eten en drinken en ook de omgeving van het Beatrixpark geeft onbegrensde mogelijkheden. Een geweldige klimatologische dome zou je kunnen bouwen. Zo hoog als die hoogbouw achter mij. Waar je doorheen kan dwalen en waar je een klimaat kan ervaren. Met aanwezige hotels en infrastructuur kan dit deel van de stad dan als uitvalsbasis van de toeristen dienen. Wat ik voorstel is het verleggen van het toerisme. Gedeeltelijk verplaatsen naar deze kant. En een heel ander toeristisch idioom aanbieden, een nieuw toeristisch product. En waardoor toeristen misschien nog wel eens een dagje naar de binnenstad gaan, maar niet alleen meer. En belangrijk... Lijkt me helemaal geen utopie. Maar wat doen we dan met die zeeën aan herwonnen ruimte in de binnenstad? De ommekeer gaat plaatsvinden op een plek die volgens Hemel sowieso nog niet reddeloos verloren is. De Nieuwmarkt. Je ziet die toeristen, maar ze komen niet veel verder dan hier. De echte toeristische route zit veel meer langs Damrak richting Museumplein, Leidseplein. De oude gebouwen in de binnenstad moeten weer een plek worden om elkaar te ontmoeten. Met cultureel aanbod dat gericht is op Amsterdammers, bijvoorbeeld wat de Waag Society al probeert. En ook een hele grote potentie dat wij in historische gebouwen hele belangrijke instituten hebben. En die voor Amsterdammers werken. En die een soort, wat ik noem, agora-functie hebben. Voor u van deze agora's kan gaan genieten, moet er nog heel wat water door de Amstel stromen. Over 20 jaar moet het zover zijn. Over 6 jaar, bij het 750-jarig bestaan van Amsterdam, zou Hemel graag de eerste resultaten zien. Al moet hij eerst de burgemeester nog even meekrijgen en de Amsterdammers zelf natuurlijk. Maar die hebben volgens hem eerder bewezen op te staan als het erom gaat. Zoals bij de Nieuwmarktrellen in 1975. En ik denk dat we nu weer zo'n moment hebben. Dat burgers gaan zeggen, wij gaan deze binnenstad redden met elkaar. Wij moeten aan de bak.